Hallo dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Brian en vandaag ga ik een challenge doen, een alfabet challenge. Alfabet begint met A natuurlijk, tot Z. Maar de eerste letter is dus de A, wat ik net zei. En dan moet ik een truc verzinnen wat met A begint. En dat is het Arone Wild, natuurlijk. Zo. En dan heb je de B. En dat is de backstal. Dus dat is niet de bal in je nek, maar de bal op je rug. En nu heb je de C. Dat is de crossover. Dan heb je de D. Die weet ik eventjes niet. Moet ik even nu gaan kijken. Oh ja, de D is de dragonstal. Dus volgens mij is dat deze. Ik durf niet 100% te zeggen. Ik ga het gewoon doen. Ik kan denk ik niet landen. Want ik heb eigenlijk nooit. Ik heb wel vaak geprobeerd, maar nooit geland. Maar ik ga wel proberen. Shit, nee, dat gaat hem niet worden. Dan heb je de E. Oei, die weet ik ook niet uit mijn hoofd. Ik ga even kijken wat welke het met de E is. Oh ja, wauw, ik ben echt dom. De E is natuurlijk van de enkelbreker. Dan heb je A, B, C, D, E, F. De voetstal, ja. G. Oei. De G weet ik niet. Ik ga kijken wat het met G is. Nou ja, de G weet ik even niet. Dan ga ik de H doen en dat is de Hop the World. Kijk maar, dat is deze. H, de I. Oei. Nee, de I is er volgens mij niks. Tenminste, ik heb het andere Friese voetballers ook nagevraagd, maar het I is niks. En met de J weet ik ook even niet. De K. Ga even kijken welke de K is. Oh ja, de K is de katapult. Kijk, dat is deze. L. Letters around the world. Oké, de M. De mousetrap. Dat is de nextal. Dan heb je de O. O. De O. Moet ik even kijken welke de O is. Oké, ik ga gelijk verder naar de F. Dus ik heb een paar opgeslagen. De F is de rainbow flip. Nee, dat was hem wel, toch? De S. Oh, S is de solstaal. Shit, nee, dat kan ik niet. De solstaal is deze. Oké, die is echt heel lastig. Met T. Hoe zou je nou gewoon doen? Ik kan het niet zo goed, maar ik ga het proberen. Oké, dit is eigenlijk al heel lastig. Ik heb maar 2 of 3 keer geland, ooit gebleven. U. Goed, die weet ik ook eventjes niet. U, dus V. Eventjes ook weer.
meestal. Ik denk dat het meestal in je knieholte is. Als ik een fout heb, laat het weten in de comments, maar ik ga gewoon laten zien wat ik denk dat het is. Ik denk deze, maar dan heb je V. Ik denk dat de D niks heeft. Nee, volgens mij niet. Ik durf niet 100% te zeggen. Je hebt de X, Y, Z nog. En volgens mij... Ja, je hebt wel een truc op de Z, maar ik weet de naam niet. Want dat is een 3-ref, heet dat. En dat is dat je 3 keer je benen eroverheen doet. En dat ga ik niet kunnen. Want ik denk dat dit einde was van de Alphabet Challenge. Ga je nog gewoon voor deze video een duimpje omhoog. Dus ik niet abonneren hier beneden voor meer leuke video's. En ik zie jullie gewoon weer bij de volgende video.